Deze beschouwing. Die gaat over alleenstaande moeders. Maar dat weet je al, want dat staat in de titel. <laughs> Ik blijf het een leuke grap vinden hoor. Nee, alleenstaande moeders. Wat, wat vind jij er eigenlijk van? Ik vind dat. eh uh, 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 ik, ik vind het. Uh, ja, dat vind ik ervan. En dat bedoel ik dan van de alleenstaande moeders die ik ken. En ik ken er. Eén, twee, drie, vier, vijf, zes, zeven, acht. 9... Nee, ja, denk, nou, als ik dan heel goed ga graven... 10... Misschien wel bijna 20. En geen één daarvan... heeft het lekker voor elkaar. Allemaal uh, probleemgevallen. Variërend van ontspoorde kinderen... Uh, Uitkeringssituaties. Ja, de, de, eigenlijk is dat het wel. Ja, de, de kinderen ontsporen. Moeder heeft een uitkering. En weinig uh, uiteindelijk is dus weinig respect van de kinderen voor de moeder. Of juist een overdreven. Uh, aanhankelijkheid, wat ook niet gezond is. Die kinderen komen niet los van die moeder. Want mama is alleen. Hey, je, wat voor een hobby is dat eigenlijk van vrouwen, dat dat zo populair is tegenwoordig? Heb jij daar een enig idee van? Ik ben van mening dat dit uh, gepland wordt van bovenaf. Het wordt heel makkelijk gemaakt voor vrouwen om de keuze te maken om als moeder alleen door het leven te gaan. Die krijgt bijvoorbeeld heel makkelijk een uitkering. Wat een drama! Zelf word ik ken er nog geen. Echt al die vrouwen, hè? Oh, 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 oh. Ik ken er zo een. En uh, haar dochter, uh, toen dat kind veertien was of zo... ...zat het in de jeugdinrichting hier in uh, Zetten. Dat is een criminele toestand, uh, En toen werd zij gekort op de uitkering... Want ze was niet langer verantwoordelijk voor zichzelf en haar dochter. Want haar dochter zat in de bak. Dus ik kreeg zij korting op de uitkering. Stond ze nog gek van te kijken ook. Wel, potverdorie, zeg. Dan krijg ik nog maar zoveel minder in de maand. Ja, hoe moet ik nu rondkomen? En een grote mond over de man de vader dus hè voor het kind ah oh, dat was maar een Hé, oh, hey, ze kon alles zelf wel tja en je kind zit in de gevangenis <laughs> oh 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 ken er ook zo eentje en die, die dat jongetje wilde zielsgraag uh, Tijd bij zijn vader doorbrengen. En die moeder. die had zoiets van. Nou, en je blijft maar bij je moeder. En la Die mocht bijna niet naar zijn vader toe. En dat werd zijn moeder boos. Ik vind het gek hoor van die vrouwen. Ik kan ook een vrouw. die heeft zich zwanger laten maken. door een negro wie de man. Uit. Kenia ofzo, of zo, Somalië. Nou, en toen was ze zwanger van hem. En toen kreeg hij dus een volledige vluchtelingenstatus of verblijfstatus of zo. Daar was hij hartstikke blij mee. En toen is die man op zichzelf gaan wonen. En die man heeft nu een uitkering. En die vrouw die heeft zoiets van: ja, dat is eigenlijk wel een beetje, een beetje dom van mij. Het enige wat ik gedaan heb is een neger uit Afrika aan een verblijfsvergunning verholpen. En nou heb ik drie kinderen van hem. Er zat een drieling ook nog. Hè? Oeh, drie kinderen in één keer. Nou, die man is hartstikke blij mee. Die kijkt helemaal niet naar die kinderen om, van de een op de andere dag vertrokken. En die kinderen van haar, die zijn onhandelbaar. Die kan zij niet aan. Die kinderen zijn inmiddels 18 of zo. Ja, die nemen een loopje met haar. Hebben geen enkel respect voor die moeder. Dus zij heeft daar dus hulp bij gekregen. En die kinderen zijn uit huis geplaatst. En, uh... ja, echt een succesverhaal, man. En de moeder van mijn kind, dat is dan ook zo, die wil dat ook, hè? want die, die vrouwen, ik, ik weet niet wat het is met die vrouwen, maar die, die moeten dit toch ook zien, dat die andere alleenstaande moeders, dat die er helemaal niks van bakken, maar vrouwen denken dan misschien, uh, uh, ja, maar met mij gaat het dan wel heel goed. En ik vraag me af hoor, of het met uh, die alleenstaande moeder van mijn kind, of het daar zo goed mee gaat. Van mijn dochter hoor ik niet veel over de moeder. Wat ook het een en ander zegt. Maar om nou te denken dat dat heel goed gaat, nee. Ik weet van de oudste zus van mijn vader. Die belde die alleenstaande moeder van mij. Uh, na de scheiding, een paar maanden daarna. Hè, om te vragen hoe het ging. En zij. Tegen dus die zussen mijn pa. Oh, het is zo zwaar. Ja, vind ik gek. Dus zij deed nooit wat in de huishouding. Ja, behalve tegen mij lopen brullen dat ik niks deed in de huishouding. Maar zij deed echt helemaal geen ene donder. Ze deed, alles bij elkaar, denk ik, 25 of zo. Ja, dat vind ik veel te weinig. Hè. Aangezien ik de zwaarste baan had. Ik had een baan van 50, 60 uur in de week. En ik draaide ook op voor drie kwart van de huishouding. Als ik het niet deed, dan deed helemaal niemand het. Dus het was uh, ja, voor mij aanpoten of in een bende wonen. Nou, dan wil je wel. Ja, toen moest zij dus van de 20, 25 procent van de huishouding in Ene verantwoordelijk zijn voor 100 procent. Wow, oh, wat was dat zwarzig. Ja, dat zegt niet veel over het denkvermogen van vrouwen. En ik wil niet alle vrouwen over één kam scheren, maar die alleenstaande moeders, die 10, 20 die ik ken. En wel, die... erg dom allemaal. Ik ken er ook zo'n zo vrouw en die heeft zich zwanger laten maken door oh, zo'n hippe Marokkaan. Nou, die, uh, die Marokkaan die bleek een behoorlijk drankprobleem uh, te ontwikkelen. En, uh, die had er ook helemaal geen zin meer in. En die is opgestapt en die heeft nu ook iets van een uitkering. En kijkt niet naar zijn kind om. Uh, en die jongen in kwestie, uh, ja... Die is heel erg dik geworden op jonge leeftijd al. Dus obese toestanden en schoolresultaten van niks. Nou, dat is echt een succesnummer. En die vrouw, die alleenstaande moeder, die heeft een uitkering. Ik kent geen één alleenstaande moeder. Nee, dat is niet helemaal waar. Ik ken één alleenstaande moeder en die, uh, die heeft dan eigen inkomen, maar die heeft twee kinderen van in de twintig en die hebben allebei een uitkering. Want die, ja, geen werkgever wil ze hebben. Die mensen kunnen niet tegen kritiek als je daar, ja, als die wel een keer wat fout doen in jouw bedrijf, en Je zegt van, hé, hey, hou er eens mee op, want dit is niet goed. krijg je een ontzettend grote mond. Dan krijg je ruzie natuurlijk met je eigen personeel. En ja, zo is het allemaal begonnen en geëindigd. En dan zegt de staat, oh, daar hebben we alle begrip voor. Nou, dan krijgen die kinderen een uitkering. Want die kunnen niet tegen kritiek, hoor. Ja, nou, want alleenstaande moederen... Ik ken er ook een van een, een vrouw. Dat is ook een negro man. En die leek ook allemaal zo leuk. Hij bleek een ongelofelijke zurnuis te zijn. En die woont nu ook alleen. Die heeft een uitkering. Die vrouw heeft ook een uitkering. En die man, alhoewel die in dezelfde stad woont, kijkt helemaal niet naar zijn kinderen. Ze zijn met de opvoeding van die twee kinderen. Nou, haar kinderen vind ik wel aardig. En ik. Dat... Nou ja, ik hoop dat het goed terechtkomt. Maar mama heeft een aankering. En die man ook. Is het dan goed voor de samenleving? Ik zou niet weten waarom. Ik ken nog een andere alleenstaande moeder. En die is dan ook uh, lesbueel. <laughs> Bilesbueel. Ze zegt dan tegen iedereen dat ze lesbisch is, maar dan blijkt dat ze het voor de lol toch ook wel uh, af en toe even met een mannetje doet, want dat ja verandering van spijs doet neuken of zo. Uitkering. Oh ja, en de kind heeft zo'n ruzie meegekregen. Die is uh, bij oma ingetrokken, dus bij haar moeder. En die moeder is ook alleen. Jeetje, wat een succesnummer hè, van al die vrouwen. Dus om even bij dit laatste geval stil te staan. Die moeder heeft dus de zwanger laten maken. Die man is de deur uitgetrapt. Haar kind is biles geworden. En heeft ze zwanger laten maken door een man. En dan nou heeft zij de kleinkind om uh, weer verder door te gaan met het opvoeden. En die moeder heeft waarschijnlijk ook een uitkering. Dus oma heeft een uitkering. Die moeder heeft een uitkering. Ja, en denk jij dat dat kleinkind dan de arbeidsmarkt opgaat? Zal die ook een uitkering hebben? Oh, ik ken nog zo'n eentje. Die heeft uh, drie kinderen van drie verschillende mannen. En zij heeft een uitkering. Wie woont hier ergens in de buurt van Arnhem? En heeft een eensgezinshuis, best leuk. Voortuintje, achtertuintje. Ja, het is een behoorlijk huis hoor. En dan woont ze dan met de drie kinderen. De minste, dat is een meisje. En toen ik wel eens met die vrouw omging nog. toen. Uh, was dat meisje bezig met het ontdekken van haar seksualiteit. Dus die. Uh, ja, die sliep dan regelmatig uh, niet thuis. Was ze weer eens wat leuks aan het doen. Net als mama destijds. Gewoon met je aan een bed. En die oudste, die. Ja, had hem wel een schoolopleiding gedaan. En ik heb die jongen ook wel gezien, maar die jongen, dat is een. Hij is wel aardig gegoosterd. Maar heel emotioneel en. Oh. En ik was daar een keer op een middag gekomen en ik had een fles tequila meegenomen. Dat was in die tijd dat ik nog zo zwaar zoop. En, en die jongen, die, zijn moeder, die, 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 die had al een fles wijn op toen ik daar binnenkwam. Nou, dan ging ik met die jongen wat drinken. En die moeder die viel in slaap op de bank. En toen met hem doordrinken. En toen werd die moeder die werd weer een beetje wakker. Uh, toen zei hij tegen zijn moeder, en hij had mee inmiddels ook al behoorlijk zitten. Hij zei tegen zijn moeder, mam, ik ben uit de kast gekomen. Hij uh, was dus uh, homo-erotische gevoelens aan het ontwikkelen. Ach, zei zijn moeder, dit is al de derde keer dat je dat zegt. <laughs> ook zo'n succesnummer. Gaat die jongen een lekkere vaste baan krijgen en een gezinnetje stichten? Nee, dat denk ik niet. Laat zijn zus dat lukken? Nee, dat denk ik niet. En die vrouw hè, van die drie kinderen, die zei ook tegen mij: Van ja, ik, ik heb toch wel in de gaten dat ik. Uh, ...niet de vader kan zijn van die drie kinderen. Dat, uh, dat, dat, dat kwartje was bij haar dan gevallen. Ja. Ja, wel 18 jaar te laat. Ik vraag me dan nou af hoor, als alleenstaande moeders het allemaal zo goed kunnen... ...waarom al die gevallen die ik ken... ...allemaal van die drama gevallen zijn... Vertelde mijn dochter ook. Dat was dit jaar ergens. Dat ze, uh, ja, ze zei dan. Uh, donderdag ben ik ook in Arnhem. Ze woonde toen nog in Nijmegen op Kamers. Ja, donderdag ben ik ook al in Arnhem. Want uh, dan gaan we het huis opruimen. Opruimen van de moeder van een vriendinnetje van haar. Want een vriendinnetje van haar ging de verjaardag vieren bij haar moeder. En die woning was één grote paan op. Dus een dag van tevoren, zei zij, dus samen met haar vriendin, de woning opruimen van die moeder. Zodat het kind bij de moeder de verjaardag kon vieren. Ze keek mijn dochter aan en ik zei: Oh. Nou, dan mag je ook bij mij wel een keer je verjaardag komen vieren. Wordt mijn huis lekker opgeruimd. Kijk mijn dochter me zo heel glazig aan? Ja, bij mij hoeft het ook niet. Nee, mijn woning is netjes van: Ja of netjes. Het kan altijd netter, maar. Ja. Mijn woning zit er wel uit. Nee, die alleenstaande moeders. Die ik ken dan, hè? Die 10, 20, die ik ken. Ik moet er ook bij zeggen dat ik geen moeders ken. Die niet al. Uh, ja, in mijn familie. zit er eentje die is nog netjes getrouwd. Met een makelaar. Ik ben blij dat ik haar man niet ben. Maar zij is zo'n typeje die, uh, hoe zeg zo'n zo dominant typje, Zo'n eentje die altijd gelijk wil krijgen. Als die man dan nee zegt, dan heeft zij zoiets van, ja, ja. En dan gaat ze achter de rug van die man om, gaat ze proberen om toch de zin te krijgen. <laughs> de moeder van mijn kind, die had het ook zo. Die gewoontes. Nee, maar die alleenstaande moeders. Het levert een papgeneratie op, dat kan ik je vertellen. Dus voor alle mensen van enigszins op leeftijd die afhankelijk gaan worden van de ouderenzorg, nou, uh, ik zou er niet te veel op rekenen. Of je moet het inderdaad hebben van die kinderen van buitenlandse gezinnen die nog een beetje fatsoenlijk bij elkaar blijven. Maar daar schijnt het ook al toe te slaan. Alleenstaande moeders. Oh, ze kunnen het niet hè. Ze kunnen niet dat gezin draaiend houden. Niet met alles erop en eraan. Want er komt nogal wat bij kijken. bijvoorbeeld de was doen. Dat kon dus de moeder van mijn kind. Uh, nah, toen ik daar nog woonde, was dat haar voornaamste taken. Daar was ze altijd heel erg druk mee. <laughs> maar dat heeft ze mij de deur uitgezet. Ja, toen moest zij ook de vuilnisbak buiten zetten, bijvoorbeeld. De vuilniszak in de container gooien. Ja, dan moet je terecht doen. Lege flessen moeten naar de lege flessen verzamelplaats. Al die dingen moest zij doen. Nee, dat werd nog heel wat. En toen kwam van trouwens, wat met die was doen, dat was trouwens in de tijd dat ik daar nog in huis was, was dat ook al een drama hoor. Dat ik mijn kamerjas in de was deed en dat ik zes weken lang mijn kamerjas kwijt was. Ik zei van, goh, moet ik een keer gewassen worden. Maar dan werd ze gelijk onderdrukt, hè? De vrouwen worden al millennia lang onderdrukt door de mannen. En nu begin jij nog een keer. En waar is mijn vrijheid? Ja, er is een tijd geweest. Ik maak er, toen maakte ik me er echt heel druk over. Hè? Nou niet meer hoor. Nu denk ik van ja, het is gewoon zo. Die alleenstaande moeders, ze kunnen er helemaal niks van. Dus die kinderen die groeien op voor galg en rat. Het worden geen stabiele burgers. Het worden uitkeringstrekkers. Daar wordt het probleem Net als mama. Ook die, die alleenstaande moeder die die drie kinderen heeft van die negro-wiede man, die drieling, die zegt dan ook rustig van ja, die kinderen van mij, want wat hebben die kinderen? Ja, die zijn autistisch. Ja, wat houdt dat in? Nou, die kinderen houden geen rekening met een ander. Dat heette vroeger asociaal gedrag. Die kinderen zijn gewoon asociaal. Ja, hoe denk je dat dat kan? En die vrouw zegt dan, ja, mijn kinderen zijn autistisch, en la. En dan hebben die kinderen mooi een etiket gekregen, autistisch. En dan komt er dus een hele hulpparade van de overheid komt eraan. Want hier zijn wij voor de hulp bij de ouders van autistische kinderen. Want dan zit er een etiket op. En ik denk, van, nee, jij hebt er een paar nog van gemaakt. Van die moeder dus, hè? Je hebt, je hebt de boel in het honderd laten lopen. Het schijnt ook zo te zijn dat 97% van de huwelijken tussen westerse blanke vrouwen en negroïde mannen. 97% loopt uit op een drama. En die vrouwen gaan lekker door hoor. Ik stond laatst hier op de markt. En was, uh, was, uh, zo'n groepje was een beetje aan het klassenbessen. Dat was wel geinig. En ik stond er half bij en ik stond te wachten op mijn beurt. En dan komt er een buitenlandse jongen... die komt dan ook een beetje in het rijtje staan. Want die wilde dan ook wat kopen... maar die bleek geen geld bij zich te hebben. En iemand anders heeft toen voor hem betaald... En dan komt er een jonge vrouw, een blanke vrouw, die komt er ook langs het groepje. En die schiet die jongen aan en zegt: Hé, hey, hallo, wat doe jij hier? Oh, gezellig. Notch, notch, wink, wink. En dan denk ik, meisje, meisje, wat doe je met zo'n gozer? Die gozer die, die is aankomen wandelen hier in Nederland, die heeft geen poen, die praten niet of nauwelijks Nederlands. Ze moesten ze dus in het Engels, met handen en voeten Engels met hem, ouwe hoeren. Dan, wat loop je dan? dan denk ik wat loop je dan met hem aan te pappen? Kan die gewoon een Hollandse knul zoeken? Iemand die Bernard heet of Bram? Een mooie baan in de Rio Reinigingsservice of elektrotechniek. Nee, we willen een tropische verrassing. Tja, 97% van die tropische verrassingen dat wordt een tropisch drama. Maar vrouwen lezen geen statistieken of zo. Die lezen alleen maar de krant om te zien dat Jesse Klaver, dat is trouwens een Marokkaan, half Marokkaan, die heet Jasser of zo. Jasser Nagasser of zo. En die heeft maar de naam van zijn moeder genomen. Vind ik ook zo raar. Waarom neem je nou de naam van je moeder? De naam van je vader man. Of Jesse ja, Klaver is dus inderdaad, dat zou kunnen dat die Marokkaanse vader van hem, dat hij de boel in de steek heeft gelaten, dat die moeder toen dacht van nou, dan noem ik mijn kind maar Klaver. Ja, dan zie je wat je ervan krijgt, zo'n malloot die hier loopt te brullen, wat de NO2 weg en mee, CO2 weg en mee, planten groeien, daarin moet snoeien. Stem groen links, voor een kaal en ledig Nederland. Nederland voor Jesse Klaver en niet voor de planten. <laughs> Nederland plantenvrij. <laughs> Dat is een kind van een de moeder, dus kennelijk. Nou, nog een probleem. Jesse Klaver, alsjeblieft. Nee, ik ken ze niet hoor. Alleenstaande moeders uh, waarvan je denkt, van, jeetje wat een leuk gezin. Echt helemaal niet. Alleen maar drama's. Moeders die afhankelijk zijn. Daar, daar, komt het, daar komt het op neer. Ze zijn afhankelijk van de overheid, afhankelijk van hun kinderen, afhankelijk van wie ze maar bereid is om te komen helpen. En vrouwen vinden dat geen enkel probleem, op een of andere manier. Ik heb nog de alleen aan de moeder en haar zoon die werd afgeperst door een groepje Marokkanen op school. En zij is ermee akkoord gegaan dat haar zoon dan van school werd geplaatst. Want die school vond dat een ongewenste situatie: dat een van de leerlingen werd afgeperst door de andere leerlingen. En in die situatie moest verandering komen. En ja, zij is akkoord gegaan met het feit dat haar zoon dan maar naar andere school moest. Leuk hè, zo'n moeder? Ja, die komt echt voor je op. Uh, denk je dat, dat mijn kind zoiets was overkomen? Nee, natuurlijk niet. Punt 1. Mijn kind was waarschijnlijk niet afgeperst. Als ik dat gehoord had, had ik mijn kind onmiddellijk gezegd van... Oké, okay, uh, jij uh, je, je krijgt van papa een stiletto mee. <laughs> Prikt hem er eentje in zijn buik, piepen ze wel anders. Ja, ik zeg dat me even heel boos nu, hè, maar... Uh, ik zou mijn kind toch wel eventjes geleerd hebben dat dit niet echt niet gaat. Een minimale pepperspray. Sterker nog, ik was even langs gegaan bij die Marokkaanse ouders. Ik was, nou ja, mijn kind wordt niet van school gestuurd omdat het afgeperst wordt. Dat is namelijk niet verboden bij de Nederlandse wet, hè? dat je afgeperst wordt. Het is bij de Nederlandse wet verboden dat je afperst. Maar ja, die alleenstaande moeders die, oh ja, nou, dat is zoveel beter voor iedereen dat mijn zoon van school gaat. En zielig hoor, voor die kinderen, dat, dat, dat zonder meer. En dat zijn mijn kinderen niet. Ik heb er geen zeggenschap over, dus... Ook geen verantwoordelijkheid. En als je met vrouwen over dit onderwerp gaat praten, dan gaan ze allemaal zeggen: ja, maar die alleenstaande moeders die moeten ook geholpen worden. Er moet hulp komen voor de alleenstaande moeder. En oh, oh, oh wat is een alleenstaande moeder? Waarom, waarom zijn die moeders alleenstaand? Ze hebben, oftewel, een, uh, een goede, betrouwbare man de deur uitgedonderd. Dus de kip met de gouden eieren geslacht? Nou, dat lijkt me uitermate stupide gedrag. Of, ze hebben ze zwanger laten maken door Joop de Nietsnut. Dat lijkt me ook uitermate stupide gedrag. Dus in beide gevallen zijn alleenstaande moeders de schuldigen. Zij zijn toch de baas in eigen buik? Nou, wees dat dan. En heb je geen goede man? Ja, zorg dan dat ik er niet zwanger worden kan. Bijvoorbeeld door je knieën tegen elkaar te houden. In de regel word je dan niet zwanger. En een goede onderbroek aan natuurlijk, die je niet uitdoet. Nee, dat, ik, heb er een, ik heb een uitzending, een beschouwing gehouden over feminisme. Maar die alleenstaande moederschapperij, dat is een van de vruchten van het feminisme. En daarin kan je ook zien wat de kwaliteit is van vrouwen. En daaraan kan je ook zien waarom feminisme helemaal niet kan. En waarom vrouwen zich moeten schikken naar de wil van hun man. Want als je vrouwen zelf laat kiezen, dan gaan ze dit doen. En dan duurt het niet al te lang of dan krijgen ze een uitkering en hebben ze ontspoorde kinderen. Dat is wat ik zie hè, in mijn omgeving. Dus... Als jij de andere voorbeelden hebt, nou ego ervan van je, nee, het is droevig, dat, dat wel. Dus ik vind het heel erg zielig voor die kinderen. En heel erg naar. En indirect is dat heel erg naar voor onze samenleving. Hoor, oh, de kak een, een rel in Amerika. Dat is zo'n alleenstaande moeder. Die heeft het huwelijk nietig laten verklaren. Dat is, dat is weer iets heel nieuws. Dat is niet gescheiden, nee. Het huwelijk is nietig verklaard. Dus haar kinderen zijn officieel buitenechtelijk. Buiten echtelijk. Nou, en het zoontje wat ze heeft, ze heeft dus twee kinderen. De eentje daarvan is een jongetje van acht. Nee, zeven. En die kleedt ze aan als een meisje. En die jongen is er nu van overtuigd dat hij eigenlijk ook een meisje is. En hij wil zijn penis laten amputeren. Dat kind is zeven jaar. Kijk, zo gek zijn vrouwen. Dit krijg je er nou van. Als je alleenstaand moederschap gaat willen. Want die moeder die vindt het geweldig, hè? Oh, wat ja, en dan wordt dus de penis van mijn kind wordt geamputeerd. Oh, wat interessant. Dit is dus gewoon pure kindermishandeling. Hoe kan een kind van zeven nou weten dat hij eigenlijk een meisje is? En trouwens, als jij denkt dat je van het andere gesla geslacht bent dan het geslacht in je onderbroek, dan heb je een geestelijk probleem. Want je kan dan weliswaar je penis laten amputeren, maar je kan niet al je eichromosomen laten verwijderen. Wat wel zou moeten, wil je echt een vrouwtje worden? Hé. Hey. En een baarmoeder, ja, die ga je echt niet kunnen krijgen. Dat hoorde ik ook zo leuk. Er twee alleenstaande moeders. <laughs> en dan, dan die ene, die heb ik net verteld, dat is diezelfde. En haar dochter woont dus bij haar eigen moeder. Dus die, 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 dat kleinkind is ingetrokken bij oma. Want die had schoon genoeg van de moeder. Dat kan ik me ook wel goed voorstellen. Want ik was, toen was dat kindje. 13 of zo, 12, en ik was op een verjaardags, nee, een bruiloftsfeest van de organist van de reggae-band waarin ik toen uh, speelde. En dat was een ontzettend blowfeest en zuipen. Oh, 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 oh. Maar goed, allemaal volwassen mensen en eh, niks aan de hand. Maar er komt, die vrouw komt binnen met haar nieuwe vriendin. Dus, uh, zij is bilesbueel. Ja, zij is dus uh, overtuigd lesbisch, maar ja, voor af en toe dan toch met een man. Maar ze is lesbisch. Ze is dus af en toe met een man, maar ze is lesbisch. Dus bilesbueel noem ik dat. En zij is bilesbueel, ze had een nieuwe vriendin, een blonde. En zij is zelf half Surinaams. En ja, ik zat dus op het balkonnetje, samen met wel tien andere mensen. En wij blouwen, slap oude horen. En zij komt binnen met een nieuwe vriendin. En ik kijk zo, ik denk zo, jij hebt een mooie vriendin gescoord. Ik had nog niks in de gaten. En even eh, drie seconden later komt haar dochter van 12, 13 jaar, komt er ook het balkon opgestapt. En toen dacht ik: Wat doe jij hier? Dat hoort toch helemaal niet. Maar als een alleenstaande moeder, hè, die doen dat soort dingen, joh. Neem gewoon een kind van 12, 13 jaar mee naar een suip- en feest. Jeetje, wat zijn ze lekker bezig, zegt die alleenstaande moeders. De moeder van mijn eigen kind, hè? dat was. Mijn kind was 12. En mijn verjaardag was op een doordeweekse dag. Het was een woensdag, als ik me goed herinner. En ik had s'morgens van mijn kind een sms gekregen met: uh, Papa, gefeliciteerd met je verjaardag. La la la. En ik zo: Nou, dankjewel. En voor de rest vierde ik mijn verjaardag niet. Ja, even naar de kroeg met vrienden en zo. Dus ik heb, weet ik veel, 100 euro aan rondjes gegeven. Iets. Anyway, ik zit nog uh, in de kroeg. Het is tien voor twaalf. Word ik gebeld op mijn mobieltje? Is het mijn kind? Ja, pap, ik wil die nog even ook mondeling uh, uh, een fijne verjaardag toewensen. Dat kan nu nog net. Want het is nog net geen twaalf uur. Want dan zal mijn verjaardag voorbij zijn, hè? Heb je het leuk? Ik zeg ja hoor. Ik zit in café daar en daar. En, en die is er en die is er. En, nou, wat gezellig hier. Ik zeg, maar waar ben jij, joh? Want ik hoorde een herrie joh, op de achtergrond. Ze zei, waar, waar zit jij dan? Ja, ze zei, ik ben met mama in het café. Ja, ik, ja moet ik er wat aan toevoegen? Mijn kind was twaalf en het was een woensdag. Maar dat zijn alleenstaande moeders, die doen dat soort dingen. Tenminste, die alleenstaande moeders, die tien, twintig, die ik dan ken, die doen dat. Geen enkel probleem. En de samenleving mag zich zorgen gaan maken, wat mij betreft hoor. Niet seffers, niet straks, maar zoals Raymond van het Groene Woud zo mooi zong, hooit er nog. Verdom mee. Ik kan niet inzien hoe dit goed gaat. Het lijkt erop alsof het feminisme hartstochtelijk aan het proberen is om het heel duidelijk te laten zijn voor iedereen dat het feminisme helemaal nergens op slaat. Want vrouwen kunnen niet in hun eentje voor een gezin zorgen. Ook niet met een uitkering erbij. Kennelijk moet het voor ons op deze manier helemaal duidelijk worden dat het een onacceptabele situatie is. En dat vrouwen uh, aan masse tot de orde geroepen moeten worden. Zo. Ja, ja, ik, ik wil het maar positief zien, hè? Omdat ik uh, zie, ja, het heeft nog zin gehad. Want wat ik tot nu toe zie, is alleen maar schade. Schade voor de kinderen. En wie gaat die schade repareren? Dat is een hele goede vraag. Ik heb niet het idee dat dat gaat komen van de feministische grondbeweging. Ik denk dat vrouwen momenteel in de ontkenningsfase zitten. Van nou, het komt allemaal door die mannen. En dus die mannen hebben ons onderdrukt. En toen hebben wij die onderdrukker de deur uitgezet. En de, 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 de. nu nou hebben we hulp nodig. Walgelijk. Was het maar beter? Was het maar positiever? Maar het is het niet. Ik zag ook op mijn werk. Oh, zo tragisch. Het was een vrijdag. En. Ik had al dus zo'n beetje zo'n doorgekregen in de planning. Want ik was morgens om 8 uur begonnen. En ik zat doorwerken tot heel laat. Ik was half tien begonnen en ik zat doorwerken tot half zes, dat was het. Acht uur. Een relatief lange dienst. Hè? En dan vroeg ik van en hoe laat, uh, want die ochtenddienst die gaat dan uh, op een bepaald moment weg en dan komt dus de middag, zeker avonddienst. Hoe laat komen ze dan? Nou, en toen kwamen dus die, die twee dames. Kwamen. En toen zei ik tegen die ene van, goh, wat, uh, wat ben je vroeg? Ik dacht dat ze pas om half vier zou komen. Ze zei ze, vroeg? Nee hoor, ik ben een uur te laat. Het ja, bleek dat diegene die het aan me door had gegeven, die had zich vergist. Maar ze had er al een uur moeten zijn. En ze had haar twee kinderen bij zich. Meegenomen naar haar werk. En waar ben je dan nou mee bezig? Dat doe je toch niet? Maar ja, het kon niet anders. Dat snap ik ook wel. Dat, zij kon niet anders. Want dat weekend uh, zou manlief zou de kinderen krijgen. alleenstaande dan de moeder. En, en kennelijk was er iets in de planning fout gegaan of wat dan ook. En dan had ze met die man afgesproken. Van, nou, dan kom je die kinderen maar ophalen zo en zo laat vanaf mijn werk. Ja, dan moeten die kinderen mee naar het werk. Ja, daar is even een meisje van. Vier en een jongetje van vijf. En ze moet werken. Oh, 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 oh. Toen ging ze dat zoontje afbekken. Die deed deden lastig voor ons haar. Kind vroeg alleen maar aandacht, meer niet. Maar ja, aandacht. Die kon zij niet geven, want ze was aan het werk. Ze begeleiden van gehandicapte mensen. En die vragen ook allemaal aandacht. Nou, kon ze ook niet even erbij hebben dat de zoon ook nog een keer begint. kan je niet zien dat mama aan het werk is. En dan moeten die kinderen dan maar tegen kunnen. Hè? Maar zij valt uit naar het jongetje. Het jongetje krijgt een huilbui, Daar krijgt zij het weer van op de heupen. Gaat ze tegen het jongetje roepen dat hij moet ophouden met huilen, want mama heeft het al zo druk. Zee, twee weken geleden heb ik dat meegemaakt. Overal zie ik het dus, hè. zelfs op mijn werk. En dan denk ik denk, waar zijn die vrouwen toch mee bezig? Dit slaat toch helemaal nergens op? Ja, het ligt toch niet aan mij of zo? Het slaat nergens op. Kijk, ik kan me voorstellen als vrouw dat je geen zin hebt om een gezin te runnen, maar neem dan geen kinderen. Begin een persoonshuishouding net als ik momenteel heb. Het is dus, uh, reuze simpel. Ik draai eens in de week, draai ik een was. En opruimen, ja, ik doe uh, ja, elke dag een klein beetje. En als ik dan een bezoek krijg, dan weet ik dat van tevoren natuurlijk. En dan doe ik even wat meer. Nou, een eten koken, ja, ik maak dan een lekkere grote pan chili con carne en daar eet ik vier dagen van. Zo. Dat is ook echt niet veel werk. En mio happy, hoor. Heel veel vrije tijd. In de tijd dat ik verantwoordelijk was voor het gezin, was dat wel even anders. Dus iedere ochtend om zeven uur opstaan. En s'avonds om negen uh, uur half tien stond ik de vaatwasmachine uit te ruimen. En van zeven tot half tien s'avonds, ja, je had een beetje pauze tussendoor, maar was je continu bezig. Ik moest ook nog werken, snap je? Kinderschool brengen, eten koken. Ja, dat was best veel werk. Maar als je dat dus niet wil, dan... Ja, gewoon dan geen kinderen nemen. Het is toch simpel? En als je het wel wil, dan moet je het ook willen. Dan moet je op zoek gaan naar een man... En dat hoeft geen fotomodel te zijn. En je hoeft ook helemaal niet dit. Je hoeft het allemaal niet dat. Alle die uiterlijke schijn, laat maar zitten. Uiteindelijk word je toch oud en gerimpeld. Je moet een man hebben die betrouwbaar is. Die zijn afspraken nakomt. Waarmee je samen een beetje kan lachen. Je, ja, bepaalde dingen moet je wel delen, denk ik het zou leuk zijn als je hem dat je lid bent van een of andere sportclub en die man dan ook en nou, dat je elkaar via iets gezamenlijks leert kennen. Zo. Dat zou leuk zijn. Of dat je allebei van abseilen houdt of van kano varen. Of... Ik was een keer bij de schietvereniging hier in Arnhem. Op zo'n welkomstavond. En toen was er een stel. En aan iedereen werd gevraagd uh, wat de motivatie was om lid te worden van de Arnhemse Schietvereniging. Of Schaarsbergen Schietvereniging. En die vrouw die zei, zo'n jaar 28 of zo, 26. Toen dus zei ze, ja, ik vind het leuk om iets samen te doen met, uh, met Bert. En euh, nou, Bert leek dit wel leuk. En ik dacht, van, nou, waarom niet? En dan doen we toch iets samen. Kijk, dat is nou een vrouw waarvan ik denk: nou, oh. hersenen. Rationaliteit. Die snappen tenminste. Ja, leuke dingen samen doen met je man. En nee, een man houdt niet per se van breien. Maar als jij het niet erg vindt om lid te worden van de schietsvereniging, schietsport dat is iets wat meisjes, vrouwen net zo goed kunnen. By the way. Heb je helemaal geen spierballen voor nodig, namelijk. Wat je nodig hebt is concentratievermogen en ontspanningsvermogen. Daar gaat het om. Maar zij snapte dat erg goed. De kans is groot dat die vrouw. inmiddels al een paar kinderen heeft. lekker kan zorgen voor het gezinnetje. Nou, en als de kinderen veertien zijn. dan ben je met ongeveer 90% van de zorg. ben je klaar. En dan is het tijd voor jezelf. En jouw kinderen, als jij die opvoeding goed hebt gedaan. zijn jouw kinderen je hartstikke dankbaar. En die verplaatsen bergen voor je als jij dat wil. En heb jij een leuke kerel getroffen die een leuke baan heeft bij de Rio Reinigingsservice of in de elektrotechniek? Ja, die is nou lekker aan het werk. Lalalala. Kijk, daar heb je een leuk bestaan hoor. Nou, je kinderen leuk aan de opleiding. Wat wil je nog meer van het leven? Dat ben je toch lekker bezig? Of je doet het niet. Nou heb ik net verteld. Dan begin je aan een eenpersoonshuishouding. Kan ook heel leuk zijn. <coughs> heb je lekker veel vrije tijd. <coughs> maar niet beginnen aan het alleenstaande moederschap. Alsjeblieft niet. Er zijn er uh, jou uh, zoveel voorgegaan die daar helemaal niets van gebakken hebben. Of überhaupt een, een slecht huwelijk of zo. Noem meen. Dat is allemaal niet goed joh. En er zijn mannen ook uh, verantwoordelijk voor een huwelijk als het slecht is. Maar vrouwen ook. En omdat ik het nou heb over de alleenstaande moeder, heb ik het dan even specifiek over de vrouwen. Dus kijk goed uit uh, uh, met wie je gaat daten. Het is niet alles goud dat er blinkt, namelijk. Maar er lopen regelrechte eikels in de ronde. Zoals die ene Marokkaan waar ik je net van vertelde. Die is uh, zo net in de steek gelaten. Oh, ik ook. Oh. Een ex van mij. Dat is ook nog eentje. Heeft ze zwanger laten maken door een Boliviaan. Nou, die had er na uh, zoveel tijd ook schoon genoeg van. Die heeft er gedumpt. En zij woont nou ergens in Utrecht. Leeft van een uitkering. Met een kind van een Boliviaan. Oh, interessant, hè? Een tropische verrassing. Yeah. Ja, het is ongelooflijk. Als ik, als ik ga graven, als ik dit voorbereid had, had ik een hele lijstje kunnen maken. Had ik ze achter elkaar af kunnen druinen. Oh, die drama gevallen, Want laten we eerlijk wezen, een moeder met een kind en een uitkering, wat, wat is dat voor leven? En je kan die rol van die vader, die kan jij als vrouw niet invullen. Dus dat dan wel een tip die ik kan geven aan de alleenstaande moeder, dat als je een vader hebt. Die zorg heeft voor het kind of de kinderen, wees daar ontzettend zuinig op. Dus als je dan afgesproken hebt met uh, die persoon dat hij zaterdagochtend om tien uur uh, de zorg krijgt voor de kinderen, zorg er dan voor dat die kinderen om half tien klaar zijn. Want papa kan ook een beetje aan de vroege kant zijn en dan moeten die kinderen gelijk mee kunnen. Goed begrepen? Ja, ik denk dat je jullie uh, vrouwen zo moet gaan aanspreken hoor. Want wat ik meemaak is dat vrouwen in zo'n situatie rustig om tien voor tien nog even wat anders gaan doen. Ja, papa komt pas om tien uur. Ga dan maar even je kamer opruimen. En als papa dan aanbelt om uh, tien uur, dan zegt mama doodleuk: Oh hij, ja, Joris is nog bezig met het opruimen van zijn kamer hoor. Je moet maar even wachten. Dan krijgt zo'n vader echt schei ziek van, hoor. Doe dat alsjeblieft niet. Hou je aan je afspraken. De moeder van mijn kind precies hetzelfde, hoor. Er was een afgesproken met zo'n mediator erbij... dat mijn kind zou op zaterdag om tien uur s morgens bij mij zijn. Dat is dus in die, al die jaren uh, geen één keer gebeurd, hoor. Mijn dochter kwam dermate laat en ik werd dermate gefrustreerd dat ik tegen mijn dochter heb gezegd: van Nou, laat die hele afspraak maar zitten. Als het weekend voor mij is, dan uh, zie ik jou wel opkomen dagen. En ik hou er verder geen rekening meer mee. Ik merk het wel wanneer je komt. Waarop die moeder uiteindelijk uh, zo ver ging dat ik op vrijdagavond een telefoontje kreeg van mijn kind. Dat ze zei: Van pap, ik, uh, morgen nou, kom ik niet. Ik zei: Wat, kom je helemaal niet? Nee, ze zei: Ja, in de familie van mama is dat aan de hand. En jij uh, moet er morgen met z'n allen naar opa toe. Ik, uh, ik kom dan misschien zondagmiddag wel bij jou. <laughs> ja. Nou, jullie vrouwen hebben helemaal geen gevoel voor moraal en voor afspraken. En dat gaat jullie nog opbreken hoor. Ik weet dat er mannen zijn en die zeggen van ja, kijk alleen mannen zijn mensen. En vrouwen zijn gelijk dieren, uh, die komen nog in de hemel, nog in de hel. Die mannen heb je hè. Ik, maar ik behoor niet tot die mannen. Ik zeg dat vrouwen ook mensen zijn en dat ze net als mensen in de hemel of in de hel komen. En ik kan u alleen maar bij leven jullie waarschuwen: van maak het niet te bond. Keer terug op je pad. Het toon berouw voor alles wat je hebt uitgevroten. Want jullie doen het niet goed. Punt. Ik ken ook zo'n alleenstaande moeder, die. Uh, wat heeft ze gedaan? Ze was, uh... ze was zomaar van de een op de andere dag vanuit Den Haag terug verhuisd naar Arnhem. Hier kreeg ze nog een uitkering ook, hè? Zat die man zonder zijn kind? Zat dat kind zonder de vader? Hoppakee. Weet die vader die, die had het contract getekend in Den Haag voor de woning en alles. Die moest alles cancelen, alles opheffen officieel. Zij was gewoon: ja. uh, doei! Wel, kind meegenomen, koffer met kleren, en hup terug naar Arnhem. En daar uh, een warm bad krijgen van de gemeente Arnhem. Oh, alleenstaande moeder. Oh, nou, dan, nou, dan hebben we deze uitkering voor u. Uh, we kunnen ook dat nog aanvragen voor u. En hoe zit het daarmee? Oh, nee, maar dan gaan we dat ook even aanvragen voor u. Dus die werd helemaal verdroeteld. Hij niet. Hij zat met een woning waar hij vanaf moest. Die was veel te groot voor hem alleen. Is die man teruggekomen naar Arnhem? Woonde die een jaar, anderhalf jaar hier in Arnhem? Ging me dan verhuizen naar Apeldoorn? Ze had een nieuwe vriend gevonden. Oh, 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 oh. Nee, alleenstaande moeders. Het wordt uh, enkele reizen richting de hel op deze manier. Ja, maar ik ben atheïst, dus ik kan niet in de hel komen. Dat is alleen voor gelovige mensen. Ja, ja. Tuurlijk, jongen. We zullen het zien als je sterft. Als je lichaam sterft. Hè? Want dat is de grote vraag. Hè? Als je lichaam sterft, sterf jij dan ook. Mensen zeggen wel eens dat ze een lichaam zijn en een leven hebben. Van nee, ik heb een leven en het is mij en, en ik. Ik heb een leven en ik ben een lichaam. Dat zeggen ze dan. Het is eigenlijk andersom, hè? Je bent. Je leven. En jij hebt een lichaam. Nu dan, hè? Straks is dat lichaam op. Dus dan heb je dat niet meer. Maar jij bent er nog steeds. En jouw leven heb je geleefd. En wat jij gedaan hebt tijdens jouw leven wordt jou dan helemaal duidelijk. En als dat leven wat jij geleid hebt in jouw eigen ogen, achteraf bezien, uh, niet voldoende was. In die zin dat je andere mensen in jouw omgeving schade toe hebt aangebracht. Dat gaat oud doen. Dat wordt geweeklaag en getanden geknars. Ik kan er niks aan doen. Maar zo gaat het aflopen. Tenzij jullie alleenstaande moeders berouw gaan tonen. Natuurlijk. Dan komt er een heel ander verhaal. En daar vertel ik een andere keer nog wel meer over. En tot die tijd zeg ik op zijn hamburgers tegen iedereen. Maar vooral tegen de, de slachtoffers van de alleenstaande moeders. Zeg ik zo liefdevol mogelijk. Tjus en hou je taai, oom Perry. Houd van jullie.